Dag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Op Pad met Ad. Vraag aan een willekeurig persoon wat zijn of haar grootste doel in het leven is. Een grote kans dat u het antwoord krijgt: geluk. En dat is op zich niet gek, want wie wil er nou niet gelukkig zijn? Vandaag ben ik de straat op gegaan met de vraag: hoe gelukkig bent u in Dordrecht? En ik ga u vast verklappen, dit programma krijgt een internationaal karakter. Meneer, hoe gelukkig bent u in Dordrecht? Nee, ik doe het niet mee. Oké. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Beautiful city? Yes, beautiful area. Oké. Okay. Dit hoeft niet op te nemen voor zo'n. Goedemiddag. Hoe gelukkig bent u in Dordrecht? Ja, dank u wel. Jazeker. Mag ik u wat vragen? Hoe gelukkig bent u in Dordrecht? Gelukkig. Ja, en wat bepaalt uw geluk? De mensen. Ja? De winkel. En als u Dordrecht een cijfer zou moeten geven, welk cijfer zou u Dordrecht geven? Een 8. Ja? En waarom een 8? Want dat is een vrij hoge score. Nou, ook vanwege de evenementen. Evenementen? Ja. Daardoor deze stad, daar wordt u gelukkiger door. Zeker. Bezoekt u ook alle evenementen? Bijna wel, ja. Ja? Ja. En volgt u ook nog de lokale politiek? Nee. Nee? Nee. Dat maakt u niet gelukkig? Nee. Niet echt. Nee. Nou, nee. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Ja, dankjewel. Meneer, hoe gelukkig bent u in Dordrecht? Over het algemeen goed, ja. Ja? Ja. Welk cijfer zou u de stad willen geven? Een 8. Een 8? Ja. Ik hoorde net ook wel iemand een 8 zeggen. En waar komt die 8 vandaan? Een mooie binnenstad, mooie omgeving. Ja. Ja. En wat bepaalt uw geluk, meneer? Want we staan nummer 5 in de top 10 van gelukkigste landen, ook gelukkigste inwoners. Ja, wat bepaalt dan uw geluk? En hoe gelukkig bent u? Ja, dat is toch de leefomgeving, denk ik. En de huiselijke omstandigheden. Ja, ja. Want zijn het ook persoonlijke omstandigheden die uw geluk bepalen? Ja, uiteraard. Ja. 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 Hoe gelukkig bent u daarin? Want u telt, uw zegeningen, ja. Hoor ik al. Bent u ook politiek geëngageerd? Dat u de politiek een beetje volgt? Ja, ik volg het wel, ja. Ja. En hoe ver draagt het nieuwe college, waar onder andere GroenLinks deel van uitmaakt, bij aan dat geluk? Want, ja, dat vind ik prima. Het is jammer dat de VVD er ook bij zit. Hè? Dat, ja. Dat vindt u jammer? Ja, dat vind ik jammer. Dat is een minder geluksbepalende factor. Ja, ja. Ja, dus GroenLinks brengt ook een beetje geluk in uw leven. Ja, ja. Maar een 8 voor de stad Dordrecht. Ja. Dat is fors. Ja, maar het kan dus nog beter, hè? Ja, u hebt al wat gekocht, zie ik. Wordt u daar ook gelukkig van? Opgehaald. Nou ja, dit was een noodzakelijk kwaad, hè. De glasplaat was kapot, dus ik ben blij dat het weer klaar is, ja. Maar ja. Of het daar nou echt gelukkiger van wordt, dat... Niet. Nee. Maar gewoon, zoals Dordrecht is, dan zegt u van... Een 8. Ik hoorde net een mevrouw zeggen, ja, de evenementen die bepalen ook een beetje mijn geluk in Dordrecht. Nou, dat geldt voor mij zeker niet. Nee. Nee? Nee. Waarom is dat dan? Nou ja, als we Big Rivers nemen, dan zitten wij 3 dagen met aan 2 kanten muziek. U woont in de binnenstad. Ja. Ja. Dat mag wel minder. Dus dat zijn de minder gelukkige dagen. Ja. Big Rivers maakt u ongelukkig. Ja, maar meestal zijn we dan de VVD vakantie, maakt u ongelukkig. En toch nog een 8. En toch nog een 8. Ja. Wat een geluk. Ja. Ja. Dat kan ook nog veel erger, hoor. Ja, ja. Oké. Okay. Ik wens u een hele fijne dag verder. Dankjewel. Ja, hoe gelukkig ben jij in Dordrecht? Ik kom niet uit Dordrecht. Oh, je komt niet uit Dordrecht. Nee. Maar hoe staat het met jouw geluk dan? Ja, wel prima. Hè, waar wordt jouw geluk door bepaald? Waar word jij nou echt gelukkig van? Geen idee. Je hebt geen idee? Nee. Nee, ga je wel eens naar evenementen in Dordrecht? Ik ben jongerenwerker hier. Je bent jongerenwerker hier? Stagiair, maar. Maar dan weet je ook waar jongeren mee te maken hebben. Ja. En dat ze vaak niet zo gelukkig zijn. Vooral maar de coronatijd, heb ik begrepen. Ja. En dan... Sorry, ik ben hier niet echt comfortabel mee. Je bent er niet comfortabel mee? Nee, met een camera. Dus... Oké, okay, nee, weet je, dan wens ik je heel veel geluk. Oké, okay, dank u wel. Okay. Veel succes. Meneer. We staan in de top 5 van gelukkigste landen van de wereld. Ja, dat dus is ook de gelukkigste inwoners. Oké. Okay.
Hoe gelukkig bent u als inwoner van Dordrecht? Dolgelukkig. Dolgelukkig? Dolgelukkig. En wat maakt dat geluk dan? Wat bepaalt uw geluk? Mijn geluk bepaalt gewoon alles om me heen. Alles om u heen? Ja, de mensen om me heen. Dus u telt uw zegeningen in plaats van uw problemen? Precies, ja. 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 En welk cijfer zou u Dordrecht willen geven? 9,5. Ik hoor alleen maar hoge cijfers. Ja. En 9,5. Ja, zeker. En zeker. Waar komt die 9,5 vandaan dan? Want dan moet u dat ook onderbouwen. Ik vind Dordrecht een hele fijne stad. Ja. Maar een fijne stad om in te wandelen, te winkelen, te wonen? Sowieso doorheen te wandelen. Sowieso doorheen te wandelen. En er wordt ook zat georganiseerd in Dordrecht. Ja, want ik hoor meerdere mensen zeggen over de evenementen. De ene vindt de evenementen wel leuk, de ander niet. Wat vindt u van de evenementen? Nou, er wordt hier veel meer gedaan dan in andere gemeentes. Ja? Nou, zeker. Dat, is een, dat komt voort uit een persoonlijk onderzoek, begrijp ik. Ja. Zeker. Zeker. En volgt u ook nog een beetje de politiek? Ik hou me er niet zo mee bezig. Nee, want GroenLinks, GroenLinks maakt nu deel uit van het college van BNW. Zou je zeggen, een progressieve partij dragen ze ook nog een beetje bij aan het geluk van de stad, denkt u? Dat weet ik echt niet. Nee. Dat weet ik echt niet. Dat durf ik niet te zeggen, want ik hou me helemaal niet met politiek bezig. Nee. Spijt me zeer. Maar in ieder geval, maar wat is dan uw aandeel in het geluk van de stad? Mijn aandeel is dat ik hier weer sta met een glimlach. Kijk, dat ziet de kijker nu ook. Fantastisch. Ik wens u een hele mooie dag. Dank u. Dank u wel. U ook. Mevrouw, wat bepaalt uw geluk in Dordrecht? Ik, mijn werk. Uw werk? Ja, mijn werk en mijn dochter. Uw werk en uw dochter. Wat bent u aan het opnemen? Wij zijn van RTV Dordrecht en wij behoren als Nederland, staan we op nummer 5 van gelukkigste landen in de wereld. Ja. En ik vraag me af van hoe gelukkig zijn nou de inwoners Dordrecht? Ik ben geen inwoner. Nee, maar u komt hier wel dagelijks, heb ik het idee. Niet dagelijks. Want u zegt uw werk en uw dochter. Ja. Wat is het belangrijker? Ja, wat denk je? Ja, ik kan hem inkoppen. Ja, uw precies. Dochter. Ja, dat dacht ik ook. Ja, hoe gelukkig bent u zelf? Heel gelukkig. Ja? Ja. Maar kent u Dordrecht? Een beetje, ja. Ja. En als u een cijfer zou moeten geven aan deze stad? Scoort heel hoog. Ja? Wat is hoog? Zeker wel een 9, denk ik. Een 9? Ja. Maar waar komt die 9 dan vandaan? De gemoedelijkheid, de vriendelijkheid, de overzichtelijkheid. Ik vind het een hele fijne stad, Dordrecht. Ja. Ja. Zou u in Dordrecht willen wonen? Op zich wel, ja. Ja? En waar ligt dan de twijfel om het niet te doen? Ja. Ik leef niet alleen. Nee. Nee. U moet rekening houden met iemand anders. Ja, precies. En die wil misschien niet. Niet, zeker niet in de stad. En dat mag uw geluk niet verstoren natuurlijk. Nee, nee. Precies. Nee, maar buitenaf wonen heel graag. Niet in de stad, liever niet. Dat is veel te druk. Ja. Maar ik kom hier heel graag in Dordrecht. Ja. Oké. Okay. Nou, bedankt voor het compliment. Dat doet de schapenkoppen goed. Ja, schapenkop. Ja. Ja, ik ben een haringkop. Oké, okay, en u komt uit? Van origine? Nou, uit Vlaardingen. Dus een haringkop komt uit? Vlaardingen. Vlaardingen. Haringkop, vissenstad. Oké, okay, ja, nee, dat snap ik. Nou, maar bedankt voor deze wijsheid. Die neem ik ook even nog mee. Weer wat geleerd, hè? Absoluut. Op de woensdagmiddag. En daar word ik ook weer gelukkig van. Heren, het gaat u goed. Oké, okay, dankjewel. Tot ziens. Hoe gelukkig bent u in Dordrecht? Heel gelukkig. Ja? Ja, we zijn met de cruise hier. Oh, u komt hier niet vandaan. U komt uit België. Uit België, ja. Ja? En bent u dan nu al gelukkig in Dordrecht? Ja. Wat een geweldige stad dan. Het is groot, hè? Het is groot. Groot en het is mooi. De winkelstad nu ontdekt, ja. Ja. We zijn 1 dag hier. Oké. Okay. Morgen varen we naar Rotterdam. Ja, oh. Maar als ik u dan mag vragen, even uw eerste indruk. Welk cijfer zou u deze stad geven? 8/10. Een 8 tot 10. 8 op 10. 8 op 10. Wat betekent dat in het Belgisch? In Belgisch. Heel goed. Heel goed, mooi. Ja. Leuke winkels. U vermaakt zich hier wel? Ja, 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 ja. Nou, dan zou ik zeggen, dan hou ik het kort, want dan kunt u nog verder gaan genieten van de stad. Ja. Dat is heel vriendelijk. En dan wens ik u een hele behouden vaart richting Rotterdam morgen. Morgen Rotterdam en dan 2 dagen Amsterdam. En dan terug naar België. Ja, en dan de groeten aan Pommelien. Aan Pommelien. Pommelien. Ja, nou, u kent haar, hè? Ja, 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 die kennen wij zeker. Nou, doet u haar de hartelijke groeten. Ja, dat is goed. En zeg maar dat ze ook een keer naar Dordrecht moet komen. Ja, voilà, dat zal het zeggen. Ja? Oké, okay, tot ziens. Dag. Dag. Dag dames, we staan op de nummer 5 van gelukkigste landen van de wereld. En ik heb een vraag aan u. Wij zijn... Ja, oh, wacht even. Wij zijn Nederlanders, maar wij wonen hier
Bijvoorbeeld, ik woon hier 9 jaar. Dus 9 jaar? Misschien kan ik niet de juiste antwoord. Maar u woont 9 jaar in Dordrecht? Klopt. Ja, maar hoe vindt u de stad? Bent u hier gelukkig? Natuurlijk. Natuurlijk? Ja, ik ben hartstikke gelukkig in Dordrecht. Waar komt u vandaan? Ik kom van Oekraïne. Van de Oekraïne? Ja. Ja, dan is het wel heel fijn om in Dordrecht te wonen. Zeker toch? Weten. Ja, maar ik kwam toen het nog, geen oorlog nee. in mijn gebied was. Maar ja, ja tegenwoordig is het... Mag ik u vragen, hebt u nog familie in de Oekraïne wonen? Jawel. Ja? En hoe is het daarmee? Ik heb mijn nicht die in Kiev, in de hoofdstad van Oekraïne, woont. Ja. En hij heeft hoge functie bij brandweer. En hij moet natuurlijk en hij wil natuurlijk daar blijven en helpen. Maar dat is verschrikkelijk wat hij vertelt. Ik kan huilen, ik ben bang. Dat is moeilijk, hè? Heel moeilijk. Ja. Maar, want u wilt misschien dat ze liefst hier naartoe komen. Zeker weten, maar iemand moet daar blijven en helpen onze land bevrijden tegen occupanten, tegen Russen. Ja, jammer genoeg, de situatie is heel verschrikkelijk. Maar hebt u regelmatig contact met ze? Belt u ze op? Zeker weten, ja. Wij bellen naar elkaar en ik heb heel vrienden in Oekraïne en mijn voormalige collega's. Ja. Maar als u dan, als zij dan gelukkig weer de telefoon opneemt, gelukkig. Ja. Maar waar bent u het bangst voor wat er zou kunnen gebeuren met uw familie? Ik ben altijd bang. Dat als ik naar nieuws kijk, dan zie ik dat Kiev verdwenen is, dat het een grote explosie geweest is. Daar ben ik voor bang. Verschrikkelijke altijd. Beelden. Natuurlijk, ja. En mijn familielid is op dit moment is in Bakhmut. Dat Bakhmut. Is de heetste punt van Oekraïne. Ja. Ja. Maar durft u dan zelf nog wel gelukkig te zijn hier? Terwijl u weet dat uw familie in moeilijke omstandigheden zit. Ja, ik begrijp uw vragen, ja. Soms is het moeilijk om gelukkig te zijn. Maar ik ben zo'n iemand, ik ben zo'n mens die alles waardeert. Ik waardeer alles wat ik in mijn leven heb. Eerst, ik heb hier mijn liefde ontmoet, dus mijn man. Ja. Mijn lieverd, mijn Nederlander. Ja. Dus daarom ben ik hier. Ja. Eigenlijk, ik kwam niet net als vluchtelingen. Ik denk dat voor die mensen het heel moeilijk is. Maar voor mij is het makkelijker, omdat ik mijn liefde hier ontmoet heb. Ja, maar daarom vraag ik het ook. Hè? Ja. Want durft u dan nog gelukkig te zijn? Terwijl u weet, mijn familie in de Oekraïne hebben het heel zwaar. Ja. Hij zit bij de brandweer, moet onder moeilijke omstandigheden werken. Ja. U denkt dat Kiev op een gegeven moment plat is gebombardeerd. Ja. Dat trekt een zware wissel op je eigen emotie. Klopt. Soms heb ik geen goede emoties, maar ik ben gelover. De meeste mensen in Oekraïne zijn gelovers. Wij geloven dat alles goed komt. Natuurlijk, wij moeten actie nemen, iets doen. Daarom zijn wij toch patrioten. Ik zal waarschijnlijk terug naar Oekraïne komen. Maar ja, mijn leven is hier. En ik help altijd. Maar ik kan kleding sturen, ik kan geld geven, maar op dit moment blijf ik hier. Ja, maar zou u meer willen doen op dit moment voor de mensen in de Oekraïne? Ja, alles wat ik op dit moment kan doen, doe ik eigenlijk. Net als ik gezegd heb, ik stuur geld en kleding en alles wat ik kan. En ik bid natuurlijk. Ik schaam me niet om te zeggen, ik ben gelover. En ik weet dat alles... Nee, dat geloof kan heel veel kracht geven. Klopt. Het geeft kracht aan mij, Nou, maar ik hoop toch dat u, ondanks alle ellende in Oekraïne, wel uw geluk ook kan blijven vasthouden. En dat het geluk op een gegeven moment ook weer met alle Oekraïners is die daar in zwaar weer verkeren. In hele moeilijke omstandigheden. Ik geloof wel. Dat ik kom terug ooit, gewoon, want ik ga regelmatig naar Oekraïne. Ja, naar mijn vrienden, naar mijn familieleden. Wij gaan grote feest vieren. Komt goed, zegt het, u. Hè? Het moet goed komen, het moet natuurlijk. Goed komen. Ja, omdat alle Europa en Amerika ondersteunt Oekraïne. Ja. Dat is heel fijn, want wij zijn echt dappere mensen. Maar zonder hulp van Europa en Amerika zou het echt moeilijk om
te winnen. Nou, dan hoop ik, tot slot van dit gesprek, want ik vind het ook heel moedig dat u even de tijd neemt om daar met mij over te praten, want ik merk dat het u wat doet. Het veroorzaakt mij emoties. Ja, en dan zeg ik en dan hoop ik dat Oekraïne binnenkort ook weer tot de gelukkigste landen van de wereld gaat behoren. Dat geloof ik wel. Slava Oekraïne. Heroïam slava. Dankjewel. Bedankt, lieve mannen. Ja, ik ben zelf verbaasd dat ik die interview gegeven heb. Ik was een beetje baan. En ik ben niet zo zeker in mijn Nederlandse taal. Daarom dacht ik... Nee, doet het heel goed. Oh mijn god. Wat moet ik zeggen? Nee, het is helemaal goed. Dankjewel. Hartstikke bedankt. Oké. Okay. Ja. Wat bepaalt uw geluk? Ja, wat bepaalt het geluk? Moeilijke vraag, hè? Ja, wat Dordrecht betreft, ik denk als je hier gewoon door het centrum wandelt, het decor, dat maakt het wel extra gelukkig. Want woont u in Dordrecht? Ja. Maar wij staan als Nederland op nummer 5 van gelukkigste landen in de wereld, dus ook gelukkigste inwoners. Maar ja, dan vraag ik me even aan u, welk cijfer zou u dan de stad Dordrecht willen geven als het gaat om het geluk? Mijn geluk, zeg maar, Dordrecht in... Ja, of welk cijfer geeft de Dordrecht in het algemeen? Een 8, denk ik. Een 8? Ja. Een vrij hoge score. Ja. En komt dat alleen door het decor van Dordrecht of zijn er nog andere geluksbepalende factoren? Ja, het is een mooie stad. Het is geen 10, hè. Maar... ik woon hier met mijn gezin en we wonen hier goed. Dus, ja. Vindt u ook dat de politiek een beetje bijdraagt aan dat geluk van zeg maar, hoe het geluk wordt ervaren in Dordrecht voor de inwoners? Nou, je hebt nu GroenLinks en VVD, hè, GroenLinks progressieve partij. Je zou denken, dan gaat een andere wind door de stad waaien. Ja, dat volg ik niet heel, daar zit ik niet heel kort op, zeg maar. Nee, dus, want daar hangt uw geluk ook niet vanaf, hoe zij het doen. Nee, wij wonen vlakbij de Spuitboulevard, dat wordt nu heel mooi gemaakt. Ja. Dus dan worden we misschien nog wel ietsje gelukkiger. En zijn er ook persoonlijke factoren die uw geluk bepalen? Gezondheid, gezin, kinderen? Tuurlijk, ja. En dat gaat allemaal gelukkig goed? Op het moment wel, ja. Dan bent u een gezegend mens. Zeker, ja. Als u kunt zeggen van het gaat me voor de wind. Ja. Ze zeggen wel eens, het is de tegenwind die de vliegen doet stijgen. Herkent u dat? Ja, er is ook wel zo'n tegenwind. Ik kan me wel voorstellen dat je daardoor inderdaad soms misschien sterker uitkomt. Zou een stad als Dordrecht ook wel wat meer tegenwind moeten hebben om nog mooier te worden? Nou, er staat hier ook wel het een en ander leeg, dus in die zin gaat niet alles vanzelf, denk ik. Nee, en de evenementen in Dordrecht, maakt u daar wel eens gebruik van dat u daar naartoe gaat? Ja. Wat is een evenement wat u te binnen schiet? Big Rivers is denk ik echt een leuk... Ja. Niet dat ik daar nou 3 dagen rondloop, hoor. Maar, er was ook iemand die zei, ik heb er alleen maar een paar dagen last van, omdat hij voor en achter dan muziek heeft. Ja, nou ja, goed, ja. Dat neemt u maar voor lief. Nee, ik woon op de Spuiweg, dus net iets buiten het centrum. Oké. Dus, nou, ik wens u een hele mooie dag en bedankt voor uw reactie. Ja, succes. Oké, dankjewel. Maak er wat moois van. Wij staan al nummer 5 van de gelukkigste landen van de wereld. Ja. Dat beseft u, ja. Ja. Ik ook. Ja, oké. U komt niet uit Dordrecht. Nee. Het is een paar jaar geleden dat we het nog een keer bezocht hebben. Ja, u komt uit België of zo te horen. Nu zijn we zo met een cruiseboot. Ja. Ik had net ook mensen met een cruise. Ja, en u bent internationaal gezelschap. Dat is voor een film of zo. Ja, maar wat vindt u van Dordrecht tot nu toe? Wel, kalm. Rustig. Ja. Ik ben langs de Grote Kerk gegaan. Was helaas dicht. Ja. En dan zijn we eventjes zo... Langs achter gekomen, langs het raadhuis. Ja, en als ik u nou heel eerlijk mag vragen, welk cijfer zou u deze stad willen geven? Uw eigen eerste objectieve indruk? Ja, maar dan moeten we het vergelijken met iets, willen we een bepaald cijfer geven. Hè? Want alles is relatief en niet absoluut. Hè? Ja. Cijfer. Nee, ik zal het woord nemen. Ah ja. We zijn over, hoe lang geleden? Een jaar of 6. Hier nog geweest, maar toen reden we nog met een auto. En dat was super gezellig. Hotel Van der Valk, hier gewandeld, terug s'avonds, iets gaan eten bij Van der Valk, zaterdags terug. Je moet het Park Van der Valk gaan noemen, hoor.
Maar dan wordt het reclame. Ja, ja. Nee, dat kunt u knippen, dat kunt u weg. Ja. Nee, dat is altijd een fijne sfeer. Dat was super. Maar nu is mijn man ziek geworden. Okay. Ja, kleine broertje, daarmee zien we een beetje mee, en nu kan hem. Hij durft geen verre afstanden nummer doen. Nee. Wij wonen nu in Knokke en dat is te ver. Maar, en nu zijn, we met de cruiseboot. Ja. En nu kunnen we terug in Holland zo wat. Maar als u... We komen uit Brugge nu. Okay, maar dan... En als je dan het middenwater en je ziet daar onze Lieve Vrouw kathedraal, Sint-Onatius en zo, en daar al die kleine bruggetjes. Maar u bent zelf dan ziek geworden? Ja, maar nee, vergeet dat. Nee, oké, okay, maar dan staat u wellicht anders in het leven. Ja. Wat nee. Wat bepaalt dan uw geluk? Wel, het is zo. Uw persoonlijke geluk? Bij mijn persoonlijk geluk, dat is het culturele. Mijn tijd wordt te kort. Ik schrijf zeer veel. Maar het is namelijk zo, dus ik kom hier nu met een indruk die minder scherp is dan vroeger. Vroeger heeft het mij meer een wauw-effect gegeven. En nu niet waar, is dat precies een beetje afgevlakt. Misschien bij mij. Maar de stad, allez, kijk, de terrasjes zijn open. Het is natuurlijk nog niet het beste weer. Maar veel volk zit er nog niet bepaald. Hè? Nee, oké. Okay. Dus, nou, ik ga u toch bedanken voor dit voor deze korte reactie. Ja. En u bent van? En wij zijn van de lokale omroep, van RTV Dordrecht. Ja, maar u doet het best, hè. Ja, als u al de moeite doet om de ronde te doen, om de toeristen met de schepnet eruit te vangen. Ja, positief, hè. Nou, dat is een compliment van mij en een compliment van mijn cameraman, dat hij met zo'n zwaar toestel staat. Ik ga u een hele fijne... Ja, maar dat is het uitgesteld verlangen en nu hebt u het rechtstreeks verlangen. Precies. Maar weet u, hij is wel zorgzaam. Ik ga... Dat doet wat vindt u een van de mooie rustelen? Ja, voor uzelf. Ja, voor mezelf. En nu zouden we feitelijk in Lissewegen moeten, zijn. Ik ga het u zo meteen vertellen. Ga ik even afscheid nemen van de kijkers. Ja. En dan ga ik u vertellen wat mijn... Dus blijf nog even staan. Dan kunnen we het toch even hebben over Pommelien. Pommelien? Ja. De grote ster in België. Oh, die ken ik niet. Die kent u niet? Nee. Oké, dus er zijn nog Belgen zijn die haar niet kennen. Zijn er grote sterren in België? Pommelien Thijssen. Zijn de grote sterren in België? Nou, wat dacht u van Reis de Waas? Ah, maar dat is goed. Oh, dat is goed. Dat wordt goed weergegeven. Oké. Okay. Ik ga. Dit wordt een gezellig gesprek. Doen we even buiten de camera om. Ja. Ik ga tegen mijn kijkers zeggen. Tot zover deze aflevering van Op Pad met Ad. En waar mijn pad ons volgende keer naartoe leidt. Wellicht naar België. Maar dat is niet helemaal zeker hoor. Dat lieg ik maar. We wachten het af. Ja, nee, maar. Nee, gezellig. Maar richting, de volgende keer richting Terracine de Zeel gaan. Dat is zo'n beetje, hè? Ja. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, België heeft prachtige gebieden. Dat is echt... Ja, dat is ook.